zeker. Juist. Stap dichterbij. De rechtbank. Gaat u zitten. De rechtbank doet op deze zitting uitspraak in de zaak tegen Bart B. Welkom voor alle aanwezigen hier vandaag. Verdachte is vandaag niet aanwezig. U bent er wel, meneer Van Straal, u ook welkom, mevrouw Postma. De moeder en de broer van het slachtoffer zijn ook aanwezig. En omdat er maar beperkte ruimte in de zaal is, zijn er verder nog een paar direct betrokkenen aanwezig en 3 mensen van de pers. Veel mensen die hebben zich betrokken gevoeld bij deze zaak en die konden vanwege de coronamaatregelen de inhoudelijke behandeling niet bijwonen. Nou, dat vindt de rechtbank ook heel vervelend. En om die reden hebben we ervoor gezorgd dat alle belangstellenden in ieder geval de uitspraak kunnen volgen vandaag via rechtspraak.nl. Op 15 en 16 juni is de strafzaak inhoudelijk behandeld. En ik zal nu de belangrijkste punten uit het vonnis weergeven. En het volledige vonnis staat na deze uitspraak ook op rechtspraak.nl. Voor ik toekom aan de inhoud van de zaak, moet ik eerst iets zeggen over het verweer van de raadsman dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is, omdat er in het dossier mededelingen van verdachten over zijn relatie met zijn raadsman zijn opgenomen. Dat verweer wordt verworpen. De rechtbank is van oordeel dat de officier van justitie niet gehouden was om het procesverbaal met daarin die mededelingen te vernietigen, zodat er van schending van de beginselen van een goede procesorde geen sprake is. En dan kom ik nu toe aan de inhoud. Ik zal eerst vertellen wat er uit het onderzoek is gebleken en wat verdachte daarover heeft verklaard. En daarna ga ik in op de beslissingen van de rechtbank. Op 28 december 2018 zou het slachtoffer, en ik zal het verder hebben over Miranda, voor 3 weken naar Canada gaan om een ex-vriend te bezoeken met wie ze al enige tijd contact onderhield. Voor haar vertrek had zij aan verdachten en aan andere mensen verteld dat ze niet meer gelukkig was in de relatie met verdachten. Ze had inmiddels contact gezocht met de makelaar en was op zoek naar een andere woning. Op 27 december heeft ze nog gewerkt en aan het eind van de middag heeft haar moeder haar gebeld om haar een goede reis te wensen. In de ochtend van 28 december 2018 is er tussen 11:15 en 11:45 een bedrag van ongeveer 116.000 euro overgeboekt van de zakelijke en privérekeningen van Miranda naar de en/of-rekening van verdachte en Miranda samen. Tot slot, het vliegtuig van Miranda naar Canada zou om 3:50 middags vanaf Schiphol vertrekken. Miranda heeft nooit ingecheckt op die vlucht. Diezelfde dag en ook in de periode daarna zijn er diverse sms, appberichten en e-mailberichten verstuurd vanaf de telefoon en het e-mailaccount van Miranda en haar familie. Van Miranda naar haar familie, vrienden en bekenden, waarin onder meer stond dat zij elders een ander leven wilde opbouwen en voorlopig geen contact wilde. Verdachte heeft later tegen de politie gezegd dat al die berichten door hem zijn verstuurd. Verdachte heeft verder verklaard dat Miranda 's ochtends haar financiën heeft gedaan op zijn werklaptop en dat zij rond 1:50 of misschien later naar boven is gegaan om haar spullen te pakken. Hij hoorde op een gegeven moment geluid uit de gang waarbij het leek alsof iemand van de trap viel en trof Miranda bloedend aan onderaan de trap met een koffer bovenop zich. Hij heeft geprobeerd haar te reanimeren, maar kwam al snel tot de conclusie dat ze was overleden. Hij wilde de familie het leed van haar overlijden besparen, zo zegt hij, en heeft niemand op de hoogte gebracht van haar overlijden en haar lichaam verborgen door haar armen, benen en het hoofd van de romp te scheiden en de romp en de benen in het water van de Zuidereidijk in Amsterdam achter te laten en haar hoofd en armen in de tuin te begraven.
Op 19 januari vindt de politie aan de waterkant van de Zuidereidijk in Amsterdam een koffer met erin de romp van een vrouw. De armen en het hoofd worden in de achtertuin van de woning van verdachte gevonden. De tas met de benen zijn tot op heden niet teruggevonden. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de aangetroffen romp, het hoofd en de armen de lichaamsdelen van Miranda zijn. Deze lichaamsdelen zijn onderzocht en daaruit blijkt dat Miranda is overleden door ernstig letsel aan het hoofd. Dat moet zijn veroorzaakt door fors geweld, zoals het meermalen vallen en of slaan op het hoofd. En de doodsoorzaak kan ook nog verstikking zijn. Dan kom ik nu toe aan de beoordeling van de rechtbank. Als eerste wordt verdachte verweten dat hij Miranda heeft vermoord. En als de rechtbank dat niet bewezen vindt, wordt hem verweten dat hij haar opzettelijk om het leven heeft gebracht met als oogmerk de diefstal van het geld. En als dat niet bewezen wordt, geacht de enkele doodslag. De officier van justitie is van mening dat de doodslag bewezen kan worden, terwijl verdachte vindt dat hij moet worden vrijgesproken. Ik begin met moord. Voor moord is vereist dat verdachte heeft gehandeld met voorbedachte raad. En ook al heeft de officier van justitie vrijspraak gevraagd van voorbedachte raad, dus van moord, dan nog moet de rechtbank dit ook zelf beoordelen. Voorbedachte raad betekent dat verdachte gedurende enige tijd heeft kunnen nadenken over een besluit om Miranda te doden en dat hij niet handelde in een opwelling. Wat vaststaat is dat Miranda op donderdagmiddag rond een uur of 3 à 4 telefonisch contact met haar moeder heeft gehad. Ook staat vast dat verdachte op 27 december 's avonds en 's nachts en op 28 december in de ochtend samen met Miranda in de woning was. Tot slot staat vast dat zij op vrijdagmiddag 28 december niet is ingecheckt op de vlucht naar Canada en dat verdachte degene is geweest die op 28 december 2018 vanaf Schiphol een sms'je heeft gestuurd met de mededeling dat Miranda niet naar Canada zou komen. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat Miranda is overleden na het telefoongesprek van die donderdagmiddag 27 december en voordat verdachte op vrijdagmiddag 28 december het sms'je verstuurde dat zij niet naar Canada kwam. Maar de rechtbank heeft niet kunnen vaststellen wanneer precies en onder welke omstandigheden en als gevolg van welke geweldshandelingen Miranda is overleden. Wat vaststaat is dat zij meerdere keren hard tegen het hoofd is geslagen en of meerdere keren hard op haar hoofd is gevallen. Maar wat er nou precies gebeurd is en wanneer, dat staat niet vast. De feiten die bekend zijn geven geen aanknopingspunten op grond waarvan de rechtbank vast kan stellen dat verdachte de tijd heeft gehad om na te denken over een besluit om Miranda te doden. Ook zijn er in het dossier geen concrete aanwijzingen dat verdachte al daarvoor bezig is geweest met het plannen van de dood van Miranda. En de rechtbank kan, met wat zij nu weet, bijvoorbeeld niet uitsluiten dat verdachte en Miranda ruzie hebben gekregen en dat verdachte daarbij zo boos is geworden dat hij helemaal niet heeft nagedacht, maar wel zoveel geweld heeft toegepast dat Miranda als gevolg daarvan is overleden. En om die reden vindt de rechtbank moord niet bewezen en wordt verdachte daarvan vrijgesproken. Hetzelfde geldt voor het verwijt dat verdachte Miranda heeft gedood om zich haar geld toe te eigenen. De verklaringen van verdachte geven hierover geen duidelijkheid. De rechtbank constateert dat er twee dingen hebben plaatsgevonden op dezelfde dag. Namelijk, Miranda is om het leven gebracht en er is 116.000 euro van haar rekening verdwenen. Maar het onderzoek geeft geen bewijs voor de vooronderstelling dat zij om het leven is gebracht vanwege die diefstal. Dus ook hier geldt dat, omdat de rechtbank niet kan vaststellen waarom, wanneer en onder welke omstandigheden Miranda precies is overleden, er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat Miranda om het leven is gebracht omdat verdachte zich haar geld wilde toe-eigenen. Ook hiervan wordt hij dus vrijgesproken. De rechtbank vindt wel bewezen dat het verdachte is geweest die Miranda om het leven heeft gebracht. Omdat verdachte in de periode dat Miranda moet zijn overleden als enige persoon met haar in de woning was
en het letsel aantoont dat er fors geweld is toegepast, kan het niet anders dan dat het verdachte is geweest die dit geweld heeft toegepast. De rechtbank gelooft de verklaring van verdachte dat Miranda is overleden door een val van de trap met een koffer en een beautycase niet. De deskundige heeft gemotiveerd aangegeven dat dit letsel niet kan zijn veroorzaakt door een enkele val van de trap in de woning van verdachte en Miranda, ook niet als zij daarbij een koffer en een beautycase droeg. Die uitleg is begrijpelijk en de rechtbank volgt de deskundige daarin. Gelet op het letsel staat voor de rechtbank ook voldoende vast dat verdachte haar opzettelijk om het leven heeft gebracht. En de rechtbank acht doodslag dan ook bewezen. Verdachte heeft bekend en de rechtbank acht ook bewezen dat verdachte het lichaam van Miranda heeft weggemaakt door het in delen in het water achter te laten, dan wel te begraven met als doel om haar dood, dan wel de doodsoorzaak, te verhullen. Verder acht de rechtbank bewezen dat verdachte op 28 december 2018, of in ieder geval vanaf 28 december 2018, sms-berichten, WhatsApp en e-mails aan familie, vrienden en bekenden heeft verstuurd, waarbij hij zich heeft voorgedaan als Miranda. En ook heeft hij ingelogd op Miranda's bankaccount. Het gebruik van iemands identiteit is alleen strafbaar als iemand daar nadeel van heeft ondervonden. En omdat verdachte haar identiteit heeft gebruikt terwijl Miranda al was overleden, is het de vraag of een overleden persoon zelf nadeel kan ondervinden als iemand anders diens identiteit gebruikt. De rechtbank vindt dat dit wel het geval is. Door zich voor te doen als Miranda heeft verdachte namelijk niet alleen het onderzoek naar haar vermissing en haar dood ernstig gefrustreerd, maar hij heeft ook haar nagedachtenis ernstig bezoedeld. Uit de verklaringen van haar moeder en haar vriendin blijkt dat zij het Miranda zeer kwalijk namen, dat zij was vertrokken naar een voor hen onbekende bestemming, zij niet meer bereikbaar was en zij hen en ook verdachten zomaar achterliet. En de impact die dit had is duidelijk naar voren gekomen uit de slachtofferverklaring van de moeder van Miranda. Tot slot de diefstal van ongeveer 116.000 euro van Miranda, dan wel van de erven. De rechtbank acht ook dat bewezen. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat op 28 december tussen 11:15 en 11:45 ochtends ongeveer 116.000 euro is overgemaakt van de zakelijke en privérekeningen van Miranda naar de en/of-rekening van Miranda en verdachte samen. Verdachte heeft steeds gezegd dat Miranda die overboeking heeft gedaan, maar de rechtbank gelooft ook dat niet. De rechtbank acht het ten eerste niet waarschijnlijk dat Miranda, die vliegangst had en voor het eerst een intercontinentale vlucht maakte, om 11:45 thuis haar financiën deed, terwijl de vlucht al om 3:50 zou vertrekken vanaf Schiphol en zij van Utrecht met de trein naar Schiphol zou gaan. Verder hielden Miranda en verdachte hun financiën strikt gescheiden. Vertrouwde Miranda verdachte niet met geld en was het voor beide duidelijk dat ze uit elkaar zouden gaan. Miranda was degene met het geld en zij wilde nadat ze terug was uit Canada voor zichzelf een ander huis kopen. En dat Miranda onder die omstandigheden op de ochtend van haar vertrek zo ongeveer haar hele vermogen overboekte naar een bankrekening waartoe ook verdachte de toegang had, acht de rechtbank dan ook zeer onwaarschijnlijk. En daarnaast is gebleken dat Miranda voor 28 december altijd internetbankierde via haar iPad of iPhone. En deze overboekingen zijn gedaan met een pinpas en een identifier. En tot slot is ook vast komen te staan dat verdachte niet alleen toegang had tot de zakelijke rekening van Miranda, maar op enig moment ook beschikte over de pinpas en de pincode van de privérekeningen, terwijl hij dit in eerste instantie heeft ontkend tegenover de politie. Op basis hiervan staat voor de rechtbank vast dat het verdachte is geweest die de overboeking heeft verricht en zich op die manier dus een bedrag van ruim 116.000 euro heeft toegeëigend. Dat zijn alle vier strafbare feiten en verdachte is een strafbare dader. Dan leg ik nu uit welke straf hierop moet volgen.
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag op zijn partner Miranda, met wie hij al 19 jaar samen was. Verdachte heeft Miranda met fors geweld om het leven gebracht en heeft haar het meest kostbare bezit ontnomen, namelijk het recht op leven. Na haar overlijden is verdachte op een zeer gruwelijke en respectloze wijze omgegaan met haar lichaam door haar armen, benen en haar hoofd van haar romp te scheiden. En door haar lichaam op deze manier te verminken, heeft verdachte de nabestaanden de mogelijkheid ontnomen om op een waardige manier afscheid van haar te nemen. En op de dag dat verdachte Miranda om het leven heeft gebracht, steelt verdachte ook nog eens een groot geldbedrag van haar rekeningen. En tot slot verstuurt verdachte vanaf 28 december 2018 uit naam van Miranda berichten aan familie en vrienden waar hij bijna 4 maanden lang mee doorgaat. En uit de verklaring van de moeder van Miranda blijkt dat verdachte in die periode bijna wekelijks bij haar op bezoek is geweest en het deed voorkomen dat ook hij heel veel verdriet had van haar onverwachte vertrek. En het is bijna niet voor te stellen wat voor een enorme schok het voor de nabestaanden moet zijn geweest om na al die tijd erachter te komen dat het verdachte is geweest die Miranda om het leven heeft gebracht, waarbij hij hen dus al die maanden ook nog eens keihard heeft voorgelogen en hen in de waan heeft gelaten dat Miranda nog in leven zou zijn. Verdachte heeft hiermee de familie en vrienden van Miranda ongelooflijk veel pijn en verdriet aangedaan. En wat de reden is geweest voor het handelen van verdachte is niet duidelijk geworden. Verdachte weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de dood van Miranda en blijft, ondanks al het bewijs, volhouden dat Miranda is overleden als gevolg van een val van de trap. En de redenen die hij geeft voor het wegmaken van het lijk van Miranda en het zich daarna in e-mail en andere berichten voordoen als Miranda zijn voor de rechtbank oninvoelbaar. Verdachte is onderzocht in het Pieterbaan Centrum. Volgens de deskundigen kan bij verdachte geen stoornis worden vastgesteld en zijn er geen aanwijzingen bij verdachte van psychische problematiek. En wat uit het onderzoek wel naar voren komt, is dat verdachte beschikt over het vermogen om als een soort knop zijn gevoelens als het ware uit te zetten. Geadviseerd wordt om het ten laste gelegde volledig aan verdachte toe te rekenen. De rechtbank neemt deze conclusie van de deskundige over. De rechtbank acht, gezien de ernst en de gruwelijkheid van hetgeen is gebeurd, een zeer langdurige gevangenisstraf passend en geboden. De maximaal op te leggen gevangenisstraf voor doodslag is 15 jaar. En voor alle 4 de feiten samen is dat maximaal 20 jaar. In andere zaken waar een doodslag bewezen wordt verklaard, worden in de regel gevangenisstraffen opgelegd tussen de 8 en 12 jaar. Maar de ernst van dit feit, het toegepaste geweld en het handelen van verdachten na het overlijden van Miranda zijn voor de rechtbank aanleiding om daarvan ten nadele van verdachten af te wijken en voor de doodslag aan te sluiten bij de maximumstraf. Naast doodslag heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan het wegmaken van Miranda's lichaam, de diefstal en de identiteitsfraude. De officier van justitie heeft voor al deze 4 feiten samen de maximale gevangenisstraf geëist van 20 jaar. En de officier heeft daarbij aangegeven dat die eis mede is ingegeven door de opvatting dat de maximumstraf voor doodslag in vergelijking met moord laag is. De rechtbank begrijpt dat, maar zij acht zich gebonden aan wat de wetgever hierover heeft bepaald. De rechtbank vindt dat de ernst van de overige bewezen verklaarde feiten, de diefstal, het wegmaken van het lichaam en de identiteitsfraude, mede gelet op wat in vergelijkbare gevallen voor dergelijke misdrijven wordt opgelegd, niet een verhoging rechtvaardigen van 5 jaar. Alles afwegende. Het forse geweld dat door verdachten moet zijn toegepast. De gruwelijke manier waarop hij daarna het lichaam heeft verminkt en weggemaakt. Het feit dat hij de mensen in Miranda's omgeving liet geloven dat Miranda zonder zich iets van hen aan te trekken met de noorderzon was verdwenen. En het feit dat hij zich daarna zelf heeft verrijkt met ruim 116.000 euro, maakt dat de rechtbank
een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden passend vindt. 18 jaar passend vindt. Tot slot nog een aantal andere beslissingen. De tijd die verdachte in voorlopige hechtenis al heeft doorgebracht, die wordt van de op te leggen gevangenisstraf afgetrokken. Dan zijn er nog een paar beslissingen over het beslag. Het in beslag genomen geldbedrag van €86.995,98 zal aan de moeder en broer van Miranda worden teruggegeven. De laptop gaat terug naar de werkgever van verdachte en de mobiele telefoon wordt verbeurd verklaard. Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen. De rechtbank heeft in het vonnis per onderdeel gemotiveerd aangegeven hoe zij de gevorderde schadevergoeding beoordeelt. Dat zijn veelal juridische overwegingen en voor nu volsta ik met de conclusie. In het vonnis kunt u uiteraard alles nalezen. De vordering tot shockschade van de moeder van Miranda wordt toegewezen tot een bedrag van €12.500... te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 april 2019, dat is het moment waarop zij hoorde dat Miranda was overleden, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De vordering tot affectieschade wordt afgewezen, omdat de wet affectieschade pas na het overlijden van Miranda, namelijk op 1 januari 2019, in werking is getreden. En de moeder van Miranda wordt in de andere vorderingen niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft de broer van Miranda niet ontvankelijk verklaard in al zijn vorderingen. En waarom dat zo is, staat ook uitgewerkt in het vonnis. Tot zover de uitspraak.